In dit vierde deel zien we hoe de stalen bruggen worden gelost en afgewerkt tot ze effectief in gebruik genomen worden. De beweegbare stalen basculbruggen voor wegen en spoorweg werden, net als de sluisdeuren, vervaardigd in China en werden samen met de deuren per dieplaatschip naar Antwerpen gebracht. De bruggen worden voor eerst losgemaakt van het schip. Een groot ponton wordt naast het vrachtschip gelegd. Men plaatst zware platen tussen ponton en schip, zodat een dieplader, Kamag genoemd, vanop het ponton op het vrachtschip kan rijden. De brug van 2000 ton wordt met hydraulische vijzels opgetild. Men rijdt dan met het hele gevaarte van het vrachtschip op het ponton. Door middel van het ballasten van het schip en het deballasten van het ponton wordt alles precies in balans gehouden. Omdat er nog een beschermende dijk ligt tussen het deurgangdok en het sluiscomplex, moet het ponton met duwboten en een sleper helemaal rond worden gevaren. Door het deurgangdok, over de Schelde, door de Calooisluis naar het Waaslandkanaal. In de Kieldrechtsluis wordt het konvooi afgemeerd ter hoogte van de brugkelder. De brug wordt verder hydraulisch opgetild. Rond de vijzels worden stevige blokken aangebracht om te voorkomen dat bij het falen van het hydraulisch systeem alles in elkaar zou klappen. De steunvijzels worden nog extra met elkaar verbonden en geschoord om een optimale stabiliteit van het geheel te bekomen. Het ponton wordt geballast zodat de brug op de juiste hoogte boven de brugkelder kan worden gebracht. De wielen van de Kamag worden in een hoek van 45 graden gezet, zodat men de brug op het ponton zelf 90 graden kan draaien. De wielen worden terug rechtgezet en de brug wordt nu tot boven de brugkelder gereden en op de voorlopige onderstellen geplaatst. Gaten in de brugwanden worden hier ter plaatse gekotterd, zodat de assen er nadien precies in passen. Ook de gaten voor het aanbrengen van de moeren worden hier ter plaatse geboord. Het contragewicht van de brug wordt nog ontdaan van transporthulpstukken.
Om de grote assen van elk 55 ton te kunnen plaatsen, wordt een reusachtige kraan klaargemaakt die dermate wordt ingeschoord dat ze de assen heel precies kan positioneren. De assen zelf worden vooraf in een koelcel tot 10 graden gekoeld, zodat ze krimpen. Ze zijn gewikkeld in een dik isolerend materiaal. Rond de grote asgaten worden vooraf elektrische kabels gelegd die door inductie de brugwanden verwarmen tot 110 graden, waardoor de asgaten uitzetten. Binnenin de torsiebuis wordt een hydraulische pomp gemonteerd waarmee men de as naar binnen trekt. Alles moet traag en in één vloeiende beweging worden ingebracht. Er mag hier echt niets mislopen. Door enerzijds krimping van de asgaten en anderzijds uitzetting van de assen wordt alles één geheel dat vrijwel nooit meer uit elkaar kan gehaald worden. Om de brug op haar definitieve plaats te brengen, worden stevige onderstellen gebouwd waarop hydraulische kabelvijzels worden aangebracht en verankerd aan betonconstructies in de grond. Er worden nog kleine verbeteringen aangebracht, zodat alles netjes past. De brug wordt nu tot op de juiste hoogte gebracht van de hydraulische stuwvijzels die vooraf werden geplaatst. Ze moet precies op de voetstukken worden geplaatst, zodat ze helemaal in evenwicht is en ook aan de overkant van de sluis precies past. Met behulp van hydraulische pompen stelt men alles voortdurend bij, tot op de millimeter juist. Oma, langs welke kant zit jij tegen die pennen? Hij kan zacht blijven zakken en die kan zakken mee. Ja, het is simpel, de brug moet nog altijd naar kinderen. Hier only 2-3 mm. Only your side, Jan? It's only my side. Oké, coming. It's move all the way. Ik zie je onder de gelijk pakken op het moment. Stop it. Stop it. Oké, dat is fijn. Oké, stop. Pomp is pas. Oké, okay, going up. Ja, gewoon een boter aan het eten. Ik kan eruit. Ik ga er niet van in de zin. Het wegdek wordt grondig gereinigd om nadien een slijtvaste laag op aan te brengen. Het contragewicht wordt gevuld met 1780 ton beton en verder uitgebalanceerd met het aanbrengen van circa 70 ton stalen platen op plaatsen waar nodig. De brugkelder wordt afgedekt zodat het weg- en treinverkeer er kan overrijden. Daartoe worden zware betonnen preflexbalken aangebracht.
De balken worden gelegd mits een uiterst precieze coördinatie van een hijskraan van 700 ton en een van 500 ton. Rustig zakken, Stefan. En Domingo, moet je niet er al op, hè? De hier ter plaatse vervaardigde randbalken worden hier als sluitstuk aangebracht. De betonleggers worden verder opgevuld met predallen waarop nadien beton wordt gestort. Hier monteert men de service- of onderhoudsgrendel, waarmee de brug kan vergrendeld worden aan de zijkant van de brugkelder. De grendel wordt met een hydraulische pomp ingetrokken. In verticale stand wordt de brug ook onderaan in de brugkelder vergrendeld. In horizontale stand wordt de brug aan de overzijde van de sluis eveneens gecentreerd en vergrendeld. De basculbruggen worden opgestuwd en neergelaten door middel van twee reusachtige hydraulische vijzels van elk 85 ton. Er wordt een ponton met hijskraan aangevoerd die de vijzel naar de brugkelder zal brengen. Men stabiliseert het ponton door middel van een sputpaal die tot op de bodem wordt gezet. De vijzels worden vervaardigd in Frankrijk. Gelet op mogelijke corrosieproblemen worden de zuigstangen keramisch beschermd. Mits een prima coördinatie van de pontonkraan en een bijkomende kraan op de wal wordt de vijzel eerst gecontroleerd gekanteld. Vervolgens worden de stropbanden gelost en kan men met de pontonkraan de vijzel naar de brugkelder varen.
De vijzel wordt langzaam in de brugkelder gelaten. Er is maar een zeer beperkte ruimte om deze klus te klaren. Men monteert de vijzel in de schommeljuk, waarin hij later kan kantelen. Eerst even alles op zijn plots en dan bij boot 2 centimeter omhoog. De as wordt in de ene zijwand van de schommeljuk getrokken. Vervolgens wordt de andere zijwand over de as geschoven en alles grondig vastgeschroefd. De monteerkabels worden losgemaakt en opgetrokken. Om de vijzel aan de brug te koppelen, wordt een as aangebracht. Daartoe moeten sommige onderdelen eerst met vloeibare stikstof worden gekoeld, zodat ze krimpen voor de plaatsing ervan. De brug wordt eerst opgetild met de reeds eerder gemonteerde vijzel om alzo de vijzelkop gebruiksklaar te maken. Dan wordt de brug perfect uitgelijnd met de vijzelkop. Om de as te kunnen monteren, werd vooraf een voorlopig contragewicht aangebracht. De as wordt voorzichtig ingeschoven. Bussen worden geplaatst. Hydraulische trekkers om de as op zijn plaats te brengen worden gemonteerd. De as wordt precies op zijn plaats getrokken.
Het voorlopige contragewicht wordt ontkoppeld en opgetrokken. De vijzels worden aangedreven door zware hydraulische units met meerdere circuits die al dan niet gecombineerd kunnen gebruikt worden. Nu kan de brug voor het eerst worden getest. De brug is aan het eind van de zijkant van de sluis gemonteerd en kan loodrecht staan. De volledige breedte van de sluis kan alzo benut worden. Dat is van groot belang bij het invaren van grote containerschepen en autoschepen met hoge opbouw. Met het contragewicht inbegrepen, is de brug zo hoog als de Boerentoren in Antwerpen. Alvorens de brug open te stellen voor het verkeer, wordt ze nog eerst volledig belast en worden uiterst precieze metingen gedaan om te kijken of de doorbuiging en veerkracht van de brug in overeenstemming is met wat berekend en opgedragen werd. Daarna hier de nulmeting, alles er weer af. Topografen bespreken de meetmethode en brengen op de metalen brug zelf en op het gewelf van de brugkelder eikpunten aan waarop een referentiemeting wordt uitgevoerd. Twintig vrachtwagens van elk 44 ton worden evenredig over de brug geplaatst. Alles wordt teruggemeten bij een belasting van 70% en vergeleken met de basismeting. De doorbuiging van de stalen brug bedraagt slechts 3 centimeter, hetgeen voldoet aan de strenge normen. De brug is nu technisch klaar voor gebruik en wordt zo snel mogelijk opengesteld voor het verkeer. Ter grote opluchting van vele vrachtwagenchauffeurs die tijdens de bouwfase heel wat kilometers hebben moeten omrijden.